En we hebben een fotoshoot voor de Cosmopolitan. En we dachten, we starten gewoon vandaag al. Want dan hebben jullie gewoon wat extra om te zien. Dus dat is leuk. Hallo. Bij deze. Oeh, bus gered. En we zijn in Amsterdam. En we lopen onderweg naar de locatie waar de fotoshoot is. En wat? Ik hoop dat jij weet waar het is. Oh. Weet jij waar het is? Ja, ik kom. 1 seconde. Ja, we moeten open. Oversteken, snel. Zijn we er bijna? Zijn we er bijna? Alright, we're almost there. Nou, we zijn er inmiddels. En je denkt dus niet echt dat het een fotostudio is, maar dat is het wel. Ik ben 1 keer eerder geweest. En hierachter zit een deur. Het is achter die deur. Er zit een man. Met een camera. Ja, doe maar. Ja. Nou, we zijn inmiddels op de locatie en ik ben net opgemaakt. En Joyce wordt nu opgemaakt. Die heeft hele grote kruller op haar hoofd. Ik hoop dat het zo blijft. Het is wel leuk. Het is wel vet, hè? Nee. Maar het is denk ik wel leuk straks. Dus, en we hebben net kleding uitgezocht. En ik ga iets heel grappigs aan doen met een jasje, met een ruitje. En Joyce heeft een hele coole panterprint. Ik zal even een detail laten zien. Ik vind het heel leuk, maar volgens mij is Joyce nog een beetje twijfelachtig over wat ze ervan vindt. En ik ben helemaal dol op deze oorbellen. Kijk nou hoe cool dat is, dat je gewoon gebakken eieren in je oren hebt. Dat is echt leuk. Dus we gaan alleen nog schoenen uitzoeken. Nou, die gaan we natuurlijk helemaal niet uitzoeken. Die krijgen we gewoon toegewezen. Maar ik doe net alsof we ze gaan uitzoeken. En er staan wel echt hele mooie schoenen bij. Kijk, deze zijn bijvoorbeeld van Christian Louboutin. Met zo'n rode onderkant. Dat is wel heel cool. En deze zijn ook heel mooi. Die zijn ook van Louboutin. Dat zijn echt schoenen van een paar honderd euro. Dus ik hoop dat ik een van die schoenen aan mag. Maar dat gaan we straks allemaal zien. Dus, en deze bril zag ik trouwens ook nog. Die is van Flying Tiger. Volgens mij mag ik die straks op. Dus dat is ook leuk. Joyce heeft nog even opgemaakt. En dan, en dan gaan we fotoshooten. Shooten achter iets. Het is wel leuk, dit ding trouwens. Toch? Ja, hè? En wij zijn allebei opgemaakt. En mijn wenkbrauwen zijn een soort zebra's. Wat zie je? Wow. Het is wel heftig, toch? Lijkt zo mooi. Maar op de foto valt het waarschijnlijk wel mee of zo. Nee. Dus. Dan komt dat je helemaal nooit wenkbrauw hebt. Ik heb hem wel ook weer. Just saying. Ja, mensen, vinden jullie het beter of gewoon een wenkbrauw beter? Laat even weten. Want dan ga ik voortaan gewoon zulke dikke stiften erop. Heb je mooie schoenen gezien? Hij gaat echt een look. Ja. Dus we moeten even kijken of die mee mogen krijgen. Dat kan natuurlijk wel. We zagen dus net dat. Sorry, ik ben zijn naam vergeten. Jasper heet volgens mij van Street Lab. Toch? Ja. Ik hoop dat hij Jasper heet en anders sorry mensen. Die kreeg gewoon schoenen mee. En nu ga je dat ook proberen. Nu wil ik dat ook. Dus ik heb gewoon elke keer als ik hier iets zie, dan ga ik zeggen. Hey, mag ik dat misschien meenemen? Dat is wel heel erg leuk. Ja. Enig wat jij mee krijgt zijn die eieren. Nee, die krijg ik ook of niet mee. Yolo. Zelfs dat krijg ik niet mee, denk ik. Ja. Ja. Maar, nee, het zilveren muntje mag je ook. Dat zil jij dat dan misschien. Nou, maar dat hebben we voor een andere shoot nog nodig. Straks. Nee, sorry, moeten we zo nog gebruiken. En er was een, hiervoor was een ander interview, en er was een interview zo voor Via. We weten dus helemaal niet of wij het ook moeten doen, maar het ging helemaal over seks en zo, maar echt heel erg intens. Moeten we even afstemmen dan? Het was, was ook weer? Van de Spuitenslikken. Ik ben vergeten. Ja, het was de Gwen van Spuitenslikken. En het ging over echt alles, hè. Het ging echt gewoon hard aan toe, jongens. Gewoon echt seks, ook voorspel, seks, voorbind, nee, daar ging het niet over, maar... Nee, dus dat was heel grappig en dat komt dus allemaal op het... op het YouTube kanaal van Cosmopolitan ergens in eind januari. Ja, zoiets. Midden of eind. Ik ben heel benieuwd, maar ik ben benieuwd of wij dat ook moeten doen. Want het gaat natuurlijk helemaal niks worden, dat weet u wel. Maar... We staan hier dus nu, Joyce staat hier nu. En ik weet niet, er zijn hier een soort grote schotten ingebouwd. En ja, je hebt gewoon geen mooie schoenen aan. Maar goed, dat was niet nodig, want het kwam er niet op. Het wel een beetje rechtop staan, hè? Ja, goed zo. Je kan wel even zo kijken, dan kan je even een beetje oefenen met poseren. Maar even oefenen, een beetje serieus, hè? Je moet van voorkant. Ja, zo. Ja. Goed. Leuk. Yes. Dat ook, ja. Nu doe je het allemaal.
14 met je maat 42. Als je dat zo in de camera doet, dat werkt. Ja, ik ben er weer, jongens. Ja, it's a wrap. Ja. Het is kwart over vijf. Het is weekend. Half zes. Oh ja. Nee. Weet ik veel, wat is het eigenlijk? Anyway, het is ongeveer 5:30 en we zijn klaar. Dus we zijn van 1 tot 5:30 bezig geweest. Best wel lang, maar het was wel heel erg leuk. Ja, toch? Ik vond het echt heel leuk. Ja, het was heel gezellig en het was gewoon heel grappig. En met muziek aan en zo voel je altijd wat meer op je gemak als je foto's gaat maken. Ja. Dus het was heel cool. Dus eind half januari ligt de Cosmo met onze vette in de winkel. Foto's in de winkel. Nee, je weet nog helemaal niet. Misschien hebben ze een hele leuke foto voor jou uitgekozen. Dat is oké. Maar dat laten we jullie nog weten. Dus we gaan nu weer richting het station. En we zijn iets vergeten. Shit, we waren een horloge vergeten. Dankjewel. Het is alweer avond en wij zijn een beetje vergeten te vloggen. Sorry daarvoor. We zijn al lang thuis natuurlijk. Ja, we hadden een gezellig avondje met vriendin en het was gezellig. Dus we gaan nu naar bed. Het is 12:30 en dan zien jullie morgen weer. Wat was het? Goedemorgen, wij zitten lekker op de bank. Wij zijn even wat dingetjes aan het bloggen en zo voor de website. En ik heb een nieuwe uitdaging. Want Scarlett zegt dat ik beter voor mezelf moet zorgen. En dat beter voor mezelf zorgen houdt in dat ik beter moet drinken. En deze... Onder andere. En deze fles hebben we meegenomen vanuit Curaçao. Dat is een hele grote koele Vos waterfles. En dit is, wat is dit hoeveel? 800 milliliter. Ja, dat is wel goed. Dat is nog niet eens een liter. En wat moet je per dag ook alweer drinken? 2 liter? Ja, zo. Ja, dat kan toch niet? Meer, maar... Kunnen mensen nou 2 liter per dag drinken? Ja. Ik denk dat ik op een dag 500 milliliter drink. Nou, we hebben dus nieuwe kussens. En dat is deze. Deze hebben we gekocht bij, wat was dat ook? WoonExpress of zo? WoonExpress. Ja, hey poes. En deze... Ja, die is niet echt hoor, die is gewoon nep. En die hebben we daar ook gekocht. Die was iets van €14,95 en deze was maar €10. Deze al eerder gekocht, gewoon bij de Xenos. Ja, oh, ja, de Xenos. En ja, en dan hebben we nog zo eentje. Dus, en er moeten nog een paar, denk ik. Of 2 of zo nog erbij, vind ik. Zoiets. Of misschien iets bijpassends en dan gewoon daar ook op dat bankje. Dat het een beetje overeenkomt, vind ik wel leuk. Het bankje. Toch? Heb je nou al wat gedronken? Oh, ja, ik heb nog niet eens wat gedronken. Oh, je gaat er echt uitdrinken, ja. Oké. Okay. Het ziet er niet zo hip uit als die fles zelf, zeg maar. Joyce probeert dus te werken, maar dat gaat dus niet allemaal, want de hele tijd... Niet zo, jongens. Kijk, George die is hier gaan liggen, zo lekker op de bank. En Poes die is bovenop er gaan zitten. Wij zijn even wat foto's aan het maken van mijn outfit die ik in Curaçao heb gekocht. En Joyce is van haar pet een foto aan het maken. En we gaan nu even de stad in, want we willen graag naar Sla. Want die zit sinds kort ook in Utrecht, dus dat is heel fijn. En we hebben trek, want we hebben nog niet geluncht. En het is al 4:30, dus we dachten, laten we gaan lunchen. Voordat we weggaan, zijn we nog eventjes onze post aan het openmaken. Want we hebben allemaal leuke brieven gekregen en lieve dingen enzovoort. En we hebben ook deze gekregen. Die hadden we een tijdje geleden, hadden we die al op Instagram, of nee, op Twitter gezet. Maar toen was die eigenlijk gewoon opengemaakt, speciaal voor ons, voor mijn broer. Want toen zaten we in Curaçao. Wow. What the fuck? Echt allemaal Oreo en dan Oreo kokos. Dus dat lijkt ons echt vet lekker. Bali. En ik heb hier de Oreo kokos, dus ik zal hem even testen. Echt lekker. Ja? Dat is echt heel erg lekker. Dankjewel. Ik heb nog... 6 rollen. Oh, wat een leuke kaart. Laat zien. Oh, kijk, wat een leuke kaart. Is het echt voor jou? Oh, wat leuk. Oh, wat lief. Oh, wat cool. Cool. Ja, super lief, thanks. Mensen, we zijn nu bij de Zeeman, onze favoriete winkel. En we hebben deze handschoenen gezien. En ik kwam dus van de roltrap. En toen zag ik dit dus van bovenaf. En ik moest dit gewoon eventjes bekijken. En ik vond het echt geniaal gewoon. Jij wilde niet eens naar binnen. Maar bij nader inzien, geef het maar toe. Ja. Is het leuk? Ik ga hem zo een snor uitlaten. Kijk de hele tijd naar boven. Dat ik in de praktijk aan. Op je werk, ja. Dag mevrouw. Ja. We lopen nu over de Voorstraat. En hier heb je echt een mega super eco-markt. En daarnaast zit hij... Oh, hier is de vegetarische... Of nee, die is één verder, toch? Oh, nee, hier zit hij. Oh, zit hier het vegetarische slager in of zo? Oh, oké. Okay. Ja. Yoga-thee. Voor als je gewoon thee tijdens de yoga. En daar zit Sla. Dus daar gaan we even heen. En daar zit ook een leuke winkel, Poeha. Maar er zitten zulke hippe mensen voor, dat ik gewoon niet eens meer naar binnen durf, joh. Nou, gaan we daarheen? Ik hoop dat Snor ook welkom is.
Ja, dan gaan we nu kijken. Waarschijnlijk tot 5 uur. Nou, we zijn inmiddels binnen en we gaan beide de geroosterde najaarsgroenten doen. En ik doe er ook nog avocado bij, want ja, avocado is gewoon lekker. Dus het moet gewoon overal bij, weet je? En jij weet niet of je linzen lust. Nee, ik weet niet. Nee, maar vast wel. Kijk, het ziet er al heel lekker uit, kijk. En nu komt er nog avocado bij. En dan wordt het nog lekkerder. En zo is, hoe ziet de salade eruit? En voor jou ook, behalve de avocado die mist bij jou. Ik heb een hele avocado. Ja, een halve. Lekker, hè? Dus, en nu gaan we hier bestek pakken. Lekker. Utrecht, wat zie je er mooi uit. Ook echt zo, wat zie je er mooi uit. Ja, vreselijk. Maar anyway, de lucht ziet er in ieder geval heel cool uit hier zo. Het is gewoon heel mooi beeld. Je ziet het wel een beetje op de camera, ja. En we zijn eventjes bij de Bijenkorf. Josje gaat alweer naar een bril kijken. Maar we moeten even oorbellen voor jouw scoren, schat. Want je hebt gewoon gaten in je oren nu. Kijk, deze zijn ook heel schattig. Iets met Aloha en Wish en Sunshine. Dat kunnen we hier wel gebruiken. Die is ook heel schattig. Het is echt heel erg leuk. Snemmen! Waar ben je nou? Cheers! Hallo! Daar ben je! Het is 8:30 en wij gaan nog eventjes bij iemand langs die op ons huis en de poes heeft gepast toen we weg waren. En jullie is begaat. Ik kan niet, ik wilde dat vroeger altijd kunnen, maar ik kom niet verder dan dit. Jeetje, het is echt heel slecht. Ik kijk dan zeg maar naar die reisvlogs van Ivana. En die doet allemaal van die fucking yoga dingen en zo. En ja, ik kan er dus geen reet van. Op mijn yoga matje. Het ziet echt heel fijn uit. En zo. En dan? En dan? Omhoog. Nee, zo. En dan zo. Ah, ontspannen. Ontspannen. Echt op een schaal van 1 tot 10, hoe ontspannen is dit? Oh, dit is zo fijn. Helemaal mijn hoofd leeg. En dan nou zo. En dan zo. Omhoog of zo. Oh, oh. En dan helemaal omhoog. Ja, dat vind ik wel heel knap trouwens dat me dit lukt. Ja, maar dan ook helemaal omhoog, hè? Oh. Toch? Oh. Yoga teacher training 1. En dan? Moet even naar achter. Ja, maar zo moet het dus niet. Even naar achter. Oké, okay, zijn nu los van de kast? Ja. Oh. Ja, oké, okay, dat ziet er niet heel ontspannend uit, moet ik zeggen. Zo, dat was de training. Is het helemaal vrij heel, in je hoofd? Heel fijn was het. Helemaal verlicht. Eigenlijk heel erg vol in je hoofd. Voelt het verlicht? Nee, ik ben gewoon niet geschikt hiervoor. Terwijl ik het wel heel graag zou willen leren en zo. Ja, misschien moet je dan een beetje wat meer ik gewoon... Ik naar India moeten en zo. Nou, misschien dat. Wij zijn weer terug en ja, wij gaan naar bed. We gaan nog een film kijken en dan gaan we lekker slapen. En dan is het maandag. En dan moeten we werken. Dus dit was onze weekendvlog. We hopen jullie het leuk vonden en dat jullie volgende week weer kijken. Dat jullie de video een duimpje geven als je hem leuk vond. En dan, ja, wens jullie een hele fijne... Tot... Nee, fijn weekend. Ik wilde zeggen tot morgen, maar tot volgende weekend. Ja, dus doei. Dag.